Welkom bij deze speciale video op dit kanaal. Vandaag neem ik jullie mee in een reis die ik afgelopen juli heb gemaakt in Wales, Verenigd Koninkrijk. De route die we vandaag gaan nemen heet de Welsh Highland Railway en we nemen het stuk van Blenheim Ffestiniog naar Portmadoc. Terwijl we ondertussen wegrijden uit het station van Ffestiniog, wordt de trein op de foto gezet door enkele enthousiastelingen. Tijdens de rit komen we verschillende soorten landschappen tegen. In het begin is er vooral veel gras en zijn er veel rotsen, maar later in de rit komt er steeds meer bos. Het eerste station wat we tegenkomen op de lijn is station Tani Grishaw. Naast mooi landschap is hier niet veel te doen. Soms rijden we zelfs door achtertuinen van mensen die in dit gebied wonen. Hier rijden we langs station Tan Uilbog, waar de locomotief water krijgt bijgevuld. Op de lijn is ook nog kleinschalig goederenvervoer actief, wat hier vandaan komt. Ook komen we langs station Duald. Om hier te kunnen uitstappen moet je vooraf een aanvraag indienen, zodat de trein een extra stop maakt. Een leuk detail is dat op de stoelen FR staat, wat waarschijnlijk staat voor Ffestiniog Railway. Het laatste stuk naar Portmadoc rijden we over een soort dijk heen en aan beide kanten van de trein is water. Eenmaal aangekomen in Portmadoc staat de trein die de reis verder overneemt al klaar, die nog zo'n 2,5 uur aan je reis toevoegt. Hier ben ik niet meer meegegaan. In Portmadoc krijgt de locomotief nieuw water en nieuwe kolen. En wordt de trein omgekeerd om weer terug te gaan naar Blenheim Ffestiniog. De terugreis is eigenlijk dezelfde reis als heen, maar dan omgekeerd. En dit was de reis van Portmadoc en weer terug met de Welsh Highland Railway. In Portmadoc is er nog genoeg te doen om een hele middag te spenderen. Ik zal links achterlaten in de beschrijving waar je meer informatie kan vinden over deze route. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.